ben Chris Peters, de CEO van Elia. Ik sta hier in Oostende, vlakbij de offshore kantoren van Elia in Oostende. En achter mij ziet u een aantal wieken van offshore windmolens staan die klaar zijn om naar de offshore parken gebracht te worden. Elia staat voor zeer boeiende, maar ook zeer grote uitdagingen. Wij moeten op korte tijd het hele netwerk, infrastructuur gaan aanpassen aan de uitdagingen van de toekomst. Dat wil zeggen dat wij meer hernieuwbare energie van op zee, maar ook aan land moeten gaan integreren. En aan de andere kant moeten wij ons klaarmaken voor de verdere elektrificatie. Dat wil zeggen dat de vraag zal toenemen. Mensen gaan elektrisch rijden, mensen gaan via warmtepomp elektrisch gaan verwarmen. De industrie zal ook meer en meer elektriciteit gaan verbruiken. En we moeten zorgen dat zij die op een bevoorradingszekere wijze kunnen toegeleverd krijgen, maar ook dat wij het systeem op een zo efficiënt mogelijke manier in evenwicht kunnen houden. Dat wil zeggen dat we ook op zoek zijn naar de flexibiliteit die zich bevindt in die elektrische voertuigen en in die warmtepompen. En daarom hebben wij natuurlijk een aantal zeer goede teams lopen. Een team dat zich bezighoudt met complexe infrastructuur op zee te bouwen, maar ook teams die zich bezighouden met digitalisering en te zorgen dat wij klantgerichte producten kunnen ontwikkelen. Niet zelf, maar dat wij samen met andere bedrijven klantgerichte producten ontwikkelen, zodanig dat voor de mensen het comfort omhoog gaat, dat de service beter gaat toenemen en tegelijkertijd dat we ook alles CO2 vrij gaan maken, zodanig dat we de klimaatuitdagingen aan.